Dat je hier met heel veel ongeloof staat? Met heel veel irritatie. Een wedstrijd waar we meer verdiend hadden, zijn ons punt afgenomen. Waar komt die irritatie vandaan? Omdat we een rode kaart krijgen die absoluut geen rode kaart was. Ik vond eigenlijk al vanaf toen we de gang ingingen, zeg maar, voor de wedstrijd, dat de scheidsrechters al irritatie opwekte bij ons. Over sokken en shirtjes die allemaal niet goed waren. En dat heb ik eigenlijk in de wedstrijd een beetje teruggezien. Had je het gevoel, ja, het is misschien niet een hele nette vraag, maar er zit een patroon tussen Joey Coy als scheidsrechter en FC Groningen. Had je het idee dat hij niet op Groningen had vandaag dan? Oh, dat patroon weet ik niet. Ik heb alleen gezien wat ik vandaag gezien heb. En ik denk dat hij last heeft van zoveel mensen op de tribune die voor de andere ploeg zijn. En dan gaat hij voor de thuisploeg fluiten. Zo oogt het. Of het zo is, dat weet ik niet. Eigenlijk ja, voor minuut 1 al dacht je van dit wordt een hele lastige avond zo met deze scheidsrechter. Nou, we gingen naar buiten en er was niks aan de hand. We waren er klaar voor. En toen werd er aardig wat irritatie bij ons opgewekt door allerlei kleine onzin dingetjes. Dat sokken niet goed zaten of zo? Ja, er moest een tapeje om en er moest iets lager. En als ze te hoog zitten, zouden ze naar de kant gehaald worden tijdens de wedstrijd. En ja, allemaal dat ik denk van ja, waar ben je mee bezig op dat moment? Dus ja, dag je. Ja, ik denk dat zette zich door naar de eerste kaart van Meta, denk ik. Leek een optelsom voor het hele team. Een vraag vooral voor Verrips eigenlijk, die veel tijd rekte. Ja, hoe zag jij het moment? De bal ging naar de zijkant en er werd een duel gespeeld door Isaac en door Jan Baks. Een goed duel, waarbij Jan Baks op de grond terecht kwam. Nou, Isaac zat in een hoek, een lastige hoek, zeg maar. Die probeerde de bal weg te werken of die het bewust via de tegenstander een uitbal probeerde. Hey, eerst nog even die eerste gele kaart, als je het goed vindt in de eerste helft. Dat was een ingooi waar Isaac klaar stond en toen Jetro zei van ik neem hem. Dus Isaac wilde naar zijn plek lopen en die kreeg in één keer geel. Het was niet zo dat ik het idee had dat het heel lang duurde of zo. Heel vreemd. Ja, en dat komt dan heel duur te staan op het moment waar je net over had. Want je zegt 50-50 duel, Isaac wint hem, Jan Baks ligt op de grond en dan? Ja, dan schiet Isaac die bal weg en via de tegenstander gaat hij uit en we krijgen een ingooi. De grens die vlacht. Ik had geen fluitsignaal of zo gehoord, dus het is geen vervelend spelbederf of iets dergelijks. Dus ik dacht, oh, mooi, we hebben een ingooi en toen kwam hij aanlopen met de tweede gele. En wat dacht je toen? Ik denk, nou, ik zag in eerste instantie die gele niet. Ik zag eerst die rode, dus dat is mooi. Ik denk, dan gaat de VAR dat recht trekken, maar het bleek dus dat hij eerst geel had gegeven. Dus zwaar geïrriteerd. Ja. Moet je hem even niet tegenkomen nu? Nou, het blijft dan wel netjes, maar we hebben hem net op de gang al het een en ander toegezegd. Wat zeg je dan? Dat we het er niet mee eens zijn. Dan wat minder net misschien? Misschien wel, ja. Ik kan me voorstellen dat er naast dit hele zure ook een positieve kant aan vandaag zit. Want ja, tot volgens mij de 88ste minuut hou je jezelf gewoon knap staan en tegen de kop lopen. Zeker. We hebben in het begin van de wedstrijd zaten we gelijk goed in de wedstrijd. We creëerden een aantal kansen waarbij Manu één keer alleen op de keeper af ging. Dus het klopte zeg maar, wat we van tevoren bedacht hebben. Dat kwam echt uit. Aan het einde van de eerste helft hadden we wel even een lastige fase waar we hem echt teruggedrongen werden. Nou, dat hebben we in de rust hebben we het over gehad. Ik denk dat we het goed neer hebben gezet. En uit de rust, in de tweede helft dat prima oppakte en het weer een wat gelijkwaardige wedstrijd werd. En toen ontstond die rode kaart. Wat betekent dit verlies voor jou en voor het team? Dat wij een punt op ons is afgenomen, maar wel vertrouwen richting de volgende wedstrijden. We speelden tegen de koploper, waarschijnlijk gaan zij kampioen worden. En we hebben tegen de koploper of misschien de toekomstige kampioen meer verdiend. Dus dat zegt wat over ons team. Niet alleen over deze wedstrijd, maar over de wedstrijden hiervoor ook al. Dus we zijn goed bezig op dit moment. Ja, en ik denk dat vooraf hadden weinig mensen stuiver gegeven voor een resultaat voor jullie. En ja, dat mensen nu het gevoel hebben, bij AZ kan je een resultaat gaan pakken ook. Ja, maar wij gingen hier niet in met het gevoel van we gaan hier geen resultaat pakken. Ik had echt het gevoel dat wij hier een resultaat konden halen. We hebben er goed naar hun gekeken en we wisten waar hun zwaktes lagen. We wisten ook waar hun sterktes zijn, want ze hebben gewoon een goede ploeg. Dus ja, we hadden hier meer verdiend, maar nu op naar de volgende wedstrijd en ook daar gaan we weer vol voor de punten. Normaal ben je altijd heel rustig en nu heb je het wel echt gehad, hè? Nou ja, dit is gewoon oneerlijk, zeg maar. Dus ja, dan ben je wel behoorlijk geïrriteerd. Thanks.